Staatsadviseurs van de regering, Jules Weidenbos. Persconferentie gisteren aangegeven dat er geen land te bezeilen is met de bondsvoorzitter Wilgo Valies. De adviseurs geven aan dat Valies steeds terugkomt op afspraken die reeds zijn gemaakt. Er is overleg gepleegd met de BVL en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, de FOLS. Eddie Jozefzoon gaat nader in op de houding van de BVL-voorzitter. De BVL heeft een bezoldigingsreeks ingediend. De minister van Financiën heeft daarop gezegd, dit is onaanvaardbaar. Want een voorlopige schatting betekent dat de helft van de loonsom van de staat Suriname aan leerkrachten moet worden gegeven. 50% van wat de overheid uitgeeft aan lonen zou bestemd moeten zijn voor de leerkrachten. U begrijpt dat dat niet kan. Dat was een voorlopige schatting. Ze hebben aangedrongen op nadere studie. Die nadere studie is gekomen. Wat blijkt nu? Dat als wij die bezoldiging zouden overnemen, 73% van de loonsom van de overheid. Luistert u goed. 73% van de totale loonsom van de overheid naar de leerkrachten zou moeten gaan. Ik gun de leerkrachten dat van harte. Maar u moet het toch met mij eens zijn dat wij in Suriname niet alleen maar leerkrachten hebben. Het land moet kunnen draaien. We hebben ambtenaren, we hebben doktoren, we hebben, noem maar op, verpleegkundigen. Allerlei soorten mensen hebben we nodig om dit land tot ontwikkeling te brengen. Errol Alibux gaf aan dat de vertegenwoordigers van de regering alle mogelijkheden hebben benut om tot een goede overeenstemming te komen met de BVL. We praten over overeenstemming, omdat het niet gaat om onderhandelingen. Het gaat om een overleg, om een samenspraak, om gezamenlijk tot een goed herwaarderingsprogramma te komen voor het onderwijs. En de FOLS heeft een aantal goede voorstellen aan de regering gedaan in het kader van het herwaarderingsprogramma. En de FOLS heeft altijd constructief meegewerkt. De BVL heeft gepoogd een aantal goede voorstellen te doen. Maar wat we hebben ervaren, heel, heel jammer, is dat de BVL onbegrijpelijkerwijs iedere keer weer terugkwam op zijn afspraken die zij deed aan de raadsadviseurs van de regering. Waardoor er eigenlijk geen vooruitgang kwam. Er kwam vooruitgang van de zijde van de FOLS. Er kwam plotseling een geweldige vooruitgang van de zijde van de BVL. Maar plotseling zoals hij kwam, is die vooruitgang ook teruggenomen, omdat de BVL iedere keer weer van zijn standpunten terugkwam, op zijn standpunten terugkwam. Dat is vandaag door de heer Jozefzoon aangegeven aan de rechter, dat er vooruitgang wordt geboekt, er is harmonie, maar iedere keer als we denken dat wij op het punt zijn overeenstemming te bereiken, zoals wij dat dachten gisteren, komt de heer Valies van de BVL weer op zijn standpunten terug, waardoor wij vandaag weer naar de rechter zijn geweest om te moeten zeggen, er is helaas weer geen overeenkomst. Wat we wel dachten dat we dat hadden bereikt, maar plotseling is de heer Valies weer van gedachten veranderd. Tot zover Errol Alibux, gisteren tijdens een spoedpersconferentie van de raadsadviseurs van de regering. De adviseurs hebben geen overeenstemming met de BVL kunnen bereiken. Donderdag moeten beide partijen wederom verschijnen voor de rechter, die had aangedrongen op verdere onderhandelingen. De BVL heeft voor morgen een algemene ledenvergadering gepland om verslag te doen van de besprekingen met de regeringsdelegatie.